Demi Blauw, ja, je zit hier vanmiddag om iets te vertellen over Never To Be Alone. Jij hebt daar zelf ervaring mee. Hoe is dat eigenlijk allemaal zo ontstaan? Vanuit mijn eigen eenzaamheid. Want ik voelde me altijd heel erg eenzaam. En toen heb ik Never To Be Alone opgericht. En ja, wat houdt het eigenlijk in, Never To Be Alone? Ik help eenzame mensen om uit hun isolement te komen. En ga dan door activiteiten organiseren en andere dingen. Zodat mensen zich minder eenzaam voelen. En voor jou, wat betekent het voor jou dat jij dat hebt gedaan? Dat jij die stap hebt genomen? Voor mij betekent het heel veel. Ja? Jij voelt je nou echt een stuk minder eenzaam? Ja, sowieso. Ik heb nu ineens al stuk veel berichtjes en nu ja, echt superveel afspraken en zo. Dat ik allemaal leuke dingen kan gaan doen met mensen. En dat heb ik vroeger nooit gehad. Ook verjaardagen en dat soort dingen. Dus jij hebt het gevoel dat het leven voor jou veel meer inhoud heeft gekregen? Ja, zeker weten. En die activiteiten, wat voor activiteiten moet ik me daarbij voorstellen? Ledenavonden, eigenlijk van alles. Wandelen, doe wel. Dansen, paardencoaching, van alles, zeg maar. Ja. Jullie zijn bezig in Almelo en hebben daar een aantal activiteiten, maar jullie zijn ook landelijk actief. Kan je er iets meer over zeggen? Ja, we zijn ook landelijk actief. We zijn in Enschede aan het opstarten, in Alphen aan de Rijn en in Purmerend. Zo, dus overal komt Never To Be Alone van de grond. Zeker. En hoeveel leden kennen jullie nu op dit moment? Iets van 500, 525. En best wel een hoop. Ramon, wat betekent Never To Be Alone voor jou? Never To Be Alone betekent heel veel voor mij. Want ik kom van een speciaal onderwijs, waardoor heel veel kinderen ver van elkaar weg wonen. En ik had gewoon ook, vanaf dat ik van school af ging, gewoon weinig contact met die vrienden van school. En waardoor ik gewoon de gezelligheid miste in het weekend en door de week 's avonds. Toen kwam ik Never To Be Alone tegen. En zo sindsdien ben ik gewoon echt bijna elk weekend wel iets van plan of heb ik iets te doen. Dus jouw leven heeft ook weer veel meer invulling gekregen. Ja, en kan jij een activiteit noemen waar jij gewoon heel prettig bij voelt? Gewoon de ledenavond springt me wel heel veel aan. Want dan zie je gewoon ook andere mensen, nieuwe mensen, contacten maken. En gewoon gezellig praten. Ook weer even weg van huis. Ja, hebben jullie indeling in verschillende groepen? Ja, we hebben een groep van 12 tot 16, een groep van 16 tot 25 en een groep van 25 plus. En dat werkt goed? Zeker, vooral de groep van 16 tot 25. Daar merk je gewoon dat daar heel veel eenzaamheid in zit. De jongeren vooral. Mocht u ons willen sponsoren, dan kunt u op de donatieknop drukken op de website van ons. www.neftobealone.nl